Ja, het zijn twee volkomen verschillende situaties. En dat is al volgens mij 44 jaar geleden toen ik ging. 1977. Ja, daarvoor. Laat me dat maar gauw vergeten, zo lang geleden. Maar kijk, hij is de verdette van Feyenoord. En ik was op dat moment wisselspeler. Ik had een conflict met Boskov, ik speelde niet. Dus voor mij was de keuze veel makkelijker. Ik moest spelen. En bij Feyenoord speelde ik niet. En hij is de absolute verdette. En er is natuurlijk wel het een en ander veranderd in de loop der jaren. Hè, met de vele media rondom dat voetballen. Dat ligt stukken gevoeliger dan toen. Snap je zijn keuze? Ja. Ja, kijk, hij ik lees dan dat hij niet naar het buitenland wil. En misschien komt de club ook niet waar hij graag naartoe zou willen. Hè, wat, hij is in Engeland, is dat mislukt. Nou, dat blijft toch altijd een beetje aan je kleven. En ja, dan moet je gaan kijken, als je dan niet in het buitenland wil, dan moet je in Nederland blijven. Ja, dan heb je PSV en Ajax. Ja, dan denk ik is Ajax de beste keuze. Hè. Dat is toch een ander niveau. Ze spelen bijna altijd Champions League. Spelen goed voetbal. En ik heb het idee dat hij ook denkt, en dat gaat ook wel gebeuren, dat hij zich daar nog wel door kan ontwikkelen, wat bij Feyenoord niet meer het geval was. Maar je weet dat het gevoelig ligt. Heel erg gevoelig in Rotterdam. Speelt dat dan niet mee? Hoe speelde dat bij jou mee? Nou ja, kijk, bij mij was het simpel. Die tijd was anders. Ik heb er ook nooit zo heel veel van gemerkt dat ik wegging. Want ik ging hier nog wel eens in de stad uit. Nou, er was niemand die iets over zei. En dus dat betreft, dat kan je niet met elkaar vergelijken. Hè? Ik denk ook, je moet zijn keuze. Ja, het is voor een supporter natuurlijk anders dan voor mij. Weet je wel zo? Ik ben veel nuchterder en ik kijk en denk, nou, dat is een prima keuze. Misschien wel de beste die hij kon maken. Want er waren misschien niet heel veel andere keuzes. Hè? Ik hoorde Wolfsburg en dan hoor je nog wel eens wat andere clubs en zo. Maar ja, daar zit nu, hoe heet hij ook weer, Van Bommel. Als hij over 4 maanden weggestuurd wordt en dan komt Heinrich Woerst of zo, komt er als nieuwe trainer. Ja, dan speelt hij misschien niet meer. Dan zit je nog 3 jaar in Duitsland op de bank. Je weet dat nooit. En bij Ajax, ja, wil niet zeggen dat hij zeker gaat spelen. Want hij heeft natuurlijk een paar hele aardige concurrenten. Hè? Dat is natuurlijk wel zo. Maar dat is ook voor je ontwikkeling veel beter. Bij Feyenoord, ja, dan kon je die 3-4 keer rood per jaar krijgen. Dan weet Rob speelde hij gewoon weer. Want hij was dan gewoon veruit de beste speler. Dus dit is voor zijn ontwikkeling veel beter. En dat is dan een doorslaggevend argument boven dat veel supporters vinden dat je niet kunt maken om van Feyenoord naar Ajax te gaan. Ja, maar ja, dezelfde supporters die zouden exact hetzelfde doen als zij in een situatie zouden zitten. Die gaan ook, bijvoorbeeld als ze bij Texaco zitten, gaan ze ook naar Shell. Als ze daar een hele goede aanbieding krijgen en ze door kunnen ontwikkelen. Hè, dat zeggen ze wel van niet, maar het is gewoon zo. Ik kan me best die emotie voorstellen. Want je raakt je beste speler kwijt. 18 goals, geloof ik. Er zaten wel veel penalties ook bij, maar wel 18 goals. Ja, dat is heel vervelend. Maar de club waar ze een enorme hekel aan hebben, dat is Ajax.